In Nederland worden we steeds vaker geconfronteerd met hevige regenbuien die in korte tijd veel water brengen. Veel regenwater op de weg kan tot grote problemen leiden. Bijvoorbeeld tot aquaplaning, waardoor een auto onbestuurbaar wordt. Aquaplaning ontstaat als er een dun laagje water aanwezig is tussen de band en het wegdek. Hierdoor kan een auto gaan glijden en kunnen er levensgevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Auto's met gladde banden zijn extra gevoelig voor aquaplaning. Zorg dat je banden altijd goed zijn en een goed profiel hebben. Ook is spoorvorming een risico. In snelwegen ontstaan soms geultjes waar het water in blijft staan. Ten slotte zijn auto's met brede banden ook veel gevoeliger voor aquaplaning. Je voorkomt aquaplaning door tijdig je gas terug te nemen, waardoor je snelheid naar beneden gaat. En natuurlijk moet je ook niet in de sporen gaan rijden op het moment dat er sprake is van spoorvorming. En natuurlijk zorg dat er goede banden onder je auto zitten met voldoende profiel. Veilige reis!